We gaan op reis, daar gaat hij. Ik ga tevreden naar huis als we dus echt muziek met elkaar gemaakt hebben, als we een avond goed samengewerkt hebben, als we een avond muzikaal verhaal hebben verteld, dus noten tot leven hebben gebracht en niet alleen maar van blad hebben gespeeld, maar echt muziek gemaakt. Nou, even tot hier. De muziekvereniging in Wieringerwaard bestaat 60 jaar. Alle muzikanten willen natuurlijk in het grote orkest spelen, maar voordat zover is moet je eerst lang en veel oefenen. Dirigent Michiel Drijver is al 10 jaar de muzikale motor van de club. 1, 2, 3, 4. 4. Beter. Ja, dat is beter. Het is een opleidingsorkest dat bestaat uit volwassenen en kinderen die gemiddeld 2 tot 3 jaar les hebben. Dat zijn echt om beginselen van het muziek maken bij te brengen. En daar zit inderdaad ook veel jeugd in. Oké, daar gaat-ie. Yes. 1, 2, 3. We willen graag veel lol hebben met elkaar, maar tegelijkertijd willen we ook zorgen voor een behoorlijk muzikaal niveau. En dat vraagt iedere keer weer veel van de leden, maar tegelijkertijd gaan we er ook met z'n allen voor. Waar komt die ambitie vandaan? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat gedeeltelijk ook vooral bij onze dirigent vandaan komt, Michiel Drijver. Iemand die met veel passie voor het orkest staat en die passie brengt hij over op de vereniging. Ik zie je voor de groep staan en denk ik dat is best hard werk. Ja, het is een avond behoorlijk geconcentreerd werken, denk ik. Je moet goed alles horen, alles luisteren, beluisteren en leiding geven aan een groep. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat je mensen zelf ook in beweging brengt, zelf laat luisteren. Dus dat je niet alleen als dirigent verantwoordelijk wordt, maar dat muzikanten ook eigenaar worden van de muziek. Goed, dat gaat die accentjes er mooi uitpakken. Nu met partijtje 1 erbij. Nee, we hebben eigenlijk een heel uniek project op de basisschool. Dus het is echt speciaal voor kinderen uit groep 6. Alle kinderen uit groep 6 krijgen uit Wieringerwaard een instrument. Krijgen 10 les op het instrument. En krijgen ook de eerste orkestervaring mee. Dus hoe begin je? Dat is echt heel belangrijk. Dat je echt goed les krijgt van een aantal professionele docenten. Die de beginselen aanleert van het muziek maken. En van het samenspel. Voor zo'n klein dorp hebben jullie toch knap voor elkaar? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat hebben we heel mooi voor elkaar. Ja. We hebben een mooie club, een mooi aantal leerlingen. De kweekvijver loopt goed. En we hebben ook een regiofunctie. Daar zijn we ook trots op dat veel mensen uit de omgeving toch komen voor dat echte muziek maken. En ook vanuit bijvoorbeeld Den Helder hierheen willen komen om hier een avond te musiceren en toe te werken naar mooie producties. Ja? We hebben even een kleine pauze. Opleidingsorkest die zien we volgende week weer. 60 jaar. Dat gaan jullie uitgebreid vieren natuurlijk. Het belangrijkste concert komt eraan. Ja, dat klopt. Op 15 juni aanstaande treden we op in Kool, hier in Gewaard, een theater. Samen met Leona Filippo als artiest. En tegelijkertijd een projectkoor van rond de 100 man. Nu 60 jaar. Yes. Mooie traditie neergezet. Gaat het nog heel veel verder? Nou ja, op deze wijze wel, denk ik. Ik bedoel, het blijft goed lopen. We hebben een heel mooi publiek, mooie achterban. Die we kunnen bedienen. We hebben de instroom gaat eigenlijk goed. We hebben een enthousiaste groep. Ja, en op dit moment werkt iedereen gewoon keihard om er wat moois van te maken. Yes.